Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video over wenkbrauwen. Ik ga vandaag een soort van wenkbrauwhack laten zien. Ik heb al zoveel wenkbrauwhacks. Ik heb al zoveel wenkbrauwhacks gedaan. Ik heb er denk ik echt al 3 gedaan of zo. En ik heb er vandaag weer één voor jullie. Ik had deze hack nog nooit gedaan voordat ik deze video maakte. Dus in de video wist ik ook niet wat er ging gebeuren. Nou weet ik het natuurlijk al wel, want ik maak deze intro na de video. En deze hack zorgt ervoor dat je wenkbrauwen goed blijven zitten de hele dag door. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon vooral even kijken. En vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Als je wil weten wat ik op mijn lippen heb. Ik heb lippotlood Truth van Makeup Revolution op. Dit is van een soort van lipkit. Dus zit ook een liquid lipstick bij. En ik heb de lipstick op van Kiko. De Velvet Matte Lipstick in de kleur 301. Nou, we gaan snel door naar de video. Nou, daar zijn we dan. Makeuploos, wenkbrauwloos, alles is loos. Ik ga vandaag ook gelijk de HEMA pomade uitproberen. Mensen zeiden dat het heel goed was, dus ik heb hem gehaald. Deze is 5 euro. Dit kwastje is 3 euro. Die lag ernaast. Hiermee kun je je wenkbrauwding aanbrengen. Met een spoelie. Ik dacht, ja, gebruik ik ze gewoon allebei toch? Je had maar 3 kleuren. Dit is de donkerste kleur, dark brown. Ik gebruik normaal echt zwart, maar ja, ik hoop dat die gewoon donker genoeg is. Oké, ik ga deze wenkbrauw gewoon normaal doen. En deze wenkbrauw ga ik de wenkbrauwhack voor gebruiken. Ik heb de wenkbrauwhack gezien in een YouTube video van iemand anders. En bij haar werkte het, dus ik ga het nou ook gewoon proberen. Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik weet niet of het gaat werken of niet. Maar dat gaan we dus gewoon nou zien in de video. Als het niet werkt, heel ja. Maar in principe ga ik gewoon precies doen wat zij ook doet. Dus het moet gewoon werken, toch? Nou, ik ga eerst gewoon deze wenkbrauw doen. Ook even alle haartjes omhoog. Ik ben benieuwd of hij echt fijn is. Iedereen vindt hem fijn. Of ja, iedereen, veel mensen. Dus nou ga ik het ook proberen. De kleur is gewoon goed, gelukkig. Een beetje inkleuren. Ik vind denk ik dit kwastje niet zo. Hij is een beetje te dik of zo. En ik weet ook niet zo goed wat ik van de pomade vind. Ik vind hem echt heel creamy. Bijna te. Maar ja, ik ga het even met concealer een beetje opruimen. En een beetje wenkbrauwgel. Deze is van de Kiko en die heeft geen kleur. Ze hebben ook matte kleur, maar ik ben niet zo van die van matte kleur. Ik vind het gewoon zonder kleur beter, want ik doe het gewoon zodat de haren op hun plek blijven en niet per se voor meer kleur. Oké, nou deze wenkbrauw is af. Dit is gewoon hoe ik het normaal zou doen. En ja, het is gewoon prima zo. Nou deze. Nou, het begint dus met een setting poeder. Je moet dus eerst poeder doen op je wenkbrauw. Nou, dat ga ik gewoon doen. Zo, ik heb het nou helemaal gezet met poeder. Je kunt het in principe er gewoon weer meteen afhalen. Dus dat ga ik gewoon doen. En dan ga ik gewoon weer met de pomade het weer aanbrengen zoals ik aan die kant ook deed. Ik weet nog niet echt wat ik van de pomade vind. Ik ga gewoon even deze ook doen. Deze wenkbrauw brengt altijd moeilijker aan dan deze. Daar heb ik gewoon altijd, kijk, hij is veel te dik. Ik weet niet waarom ik dat altijd doe. En ook deze wenkbrauw ga ik opruimen met concealer. Nou, ik heb deze wenkbrauw ook gedaan. Doordat ik de poeder er nou onder heb gedaan, heeft mijn huid daar iets minder vettig gemaakt. Ik heb een best droge huid, dus vooral voor een hele vettige huid is dit fijn. Want het vettigheid eronder laat je pomade sneller afgaan. Wat ik nu ga doen, is de poeder er weer op doen. Kun je met een beauty blender doen, maar ik doe het gewoon met een kwast. Want ik vind een beauty blender misschien iets te heftig of zo. Valt allemaal poeder op mijn oog. En dan met mijn beauty blender ga ik er een beetje op deppen. Je moet niet vegen, je moet echt deppen. En dit laat je gewoon zo even zitten, gewoon een minuutje. Nou, ik heb het er even opgelaten. Dan ga ik de poeder ervan afhalen. Je kunt goed zien dat het wel de kleur een beetje verandert. Deze is veel warmer, deze is nou iets ashier. Dat komt omdat ik een beetje veel poeder heb opgedaan. Je kunt iets minder opdoen. En dan bedoel ik bij de tweede keer. Ik heb best wel veel opgedaan. Maar ja, omdat ik het nu dus voor wil doen en het verschil laten zien, heb ik nou een beetje 2 kleuren wenkbrauwen. Maar normaal doe je dus gewoon dit bij allebei je wenkbrauwen en dan is het gewoon dezelfde kleur. En dan doe je gewoon je wenkbrauwgel zoals je normaal zou doen. Tenminste, als je dat doet, het hoeft niet. Dan is nou het moment van de waarheid. Ik vind het echt spannend. Ik ga nou mijn wenkbrauwen proberen af te vegen. En als het goed is, gaat deze eraf en deze niet. Dus ik ben benieuwd. Ik druk gewoon best wel hard. Nou, dit is er gewoon helemaal vanaf. Doe het 2 keer. Nou, zoals je ziet gaat het eraf. Hiervoor ook. Dan ga ik het nou ook hier doen.
Oh mijn god, het gaat er gewoon echt niet af. Ik druk echt even hard, ik zweer het. Ik ga ook niet. Er gaat gewoon echt niks van af. Oh mijn god. Terwijl hier wel echt. Oké, nou dit werkt dus echt. Het is alleen een klein beetje extra moeite, maar het werkt gewoon echt. Dus als je vaak problemen hebt met dat je wenkbrauw eraf gaat na een paar uur of weet ik veel nou hoe lang, dan is dit echt een goede hack voor jou. Zo blijven je wenkbrauwen gewoon goed de hele dag. Nou, wat vind ik van de HEMA pomade? Ik weet niet. Kijk, misschien ligt het er ook gewoon aan. Ik hou niet zo van pomades. Dus dat is het misschien ook echt. Ik gebruik gewoon altijd wenkbrauwpotloodjes. Maar ja, ja. Ook als je een aantal keer over één plek gaat, haalt je het er weer van af. Dus ja, hij is ook maar 5 euro. Maar ik zag dat mensen hem echt vergeleken met de Anastasia pomade. En dat vind ik een best wel heftige vergelijking. Want ik vind hem absoluut niet in de buurt komen van dat. Voor de rest, ja. Hij is gewoon oké, maar ja. Of ik hem echt aanraad, niet echt. Het is niet dat ik nou zeg van ren naar de winkel. Nou, ik ga me even verder opmaken en dan kom ik zo terug. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik denk het wel, want het is een vrij makkelijke hack om gewoon alledaags te doen. En ja, zoals je zag in de video, het werkt echt. Ik denk niet dat het waterproef is en zo. So, I don't know. Maar in ieder geval, als je er met je vinger overheen gaat, gaat hij er niet vanaf. Dus dat is wel fijn, want ik heb ook vaak dat ik mijn hand zo doe en dat het dan in dit hoekje komt. En dan gaat dit stukje er vanaf. Dat is altijd dramatisch. Dus daar is deze hack echt ideaal voor. Nou, vergeet zoals gewoonlijk niet te liken. En vergeet ook niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. En dan hoop ik je dus snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!